Wat is het toch fijn als je een doorbreker in je leven hebt. Dat geeft een heerlijk gevoel. En dat is wat God wil. God wil dat je blij bent, dat je gelukkig bent. Daarom heeft hij zijn zoon Jezus naar deze wereld gestuurd. En Jezus is de doorbreker. De Bijbel noemt hem de doorbreker. En weet je wat? Hij is gekomen om jou ook tot een doorbreker te maken. Wauw! In Efeze 2 zegt de Bijbel dat God Jezus heeft opgewekt uit de doden. En dat hij jou, als je in hem gaat geloven, ook heeft mede opgewekt met hem. Met andere woorden, zijn leven is jouw leven. Zijn autoriteit wordt jouw autoriteit. Zijn doorbraak is jouw doorbraak. Wauw, wat een genade, wat een geschenk. Wat wel belangrijk is, is om te leren geloven in de doorbreker. En Jezus heeft gezegd, voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Dat is een uitdaging. Maar de doorbreker weet waar hij het over heeft. Dus het is de moeite waard om zijn woord te lezen, te bestuderen en te leren geloven. Want geloof is niet alleen maar zitten en niks doen. Geloof is toepassen wat hij zegt. Ontdek dan dat zijn positie jouw positie is geworden. De doorbreker is voor jou gekomen.